Deze highlights worden u aangeboden door Hotels.com. En Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Dat is dan weer te gemakkelijk. Balverlies. En het ligt daar helemaal open bij Arnaud Danjuma. Die is razendsnel. Danjuma op de vuisten van De Gea. De eerste gekadreerde bal. Overleg tussen Ronaldo en McTominay. Hier komt die corner. En Ronaldo klimt hoger dan iedereen. Maar zijn nekslag gaat te hoog. Trigueros met een beetje ruimte. Opnieuw Danjuma op de linkerzijde. Ja, goede fans en een nieuwe redding van De Gea. Maar ze vallen wel aan, telkens langs één kant met één man. En geweldige voorzet en Dito de kopbal van Alcácer of van de Trigueros. Foutje van Varane. Alcácer legt hem naast. Balletje van Pogba. Een goal. Nee. Daar komt Villarreal echt goed weg. Het is Alberto Moreno. Uit de eigen opleiding. Kijk eens aan. Zet dat nog eens in de verf. Trigueros, die kan uithalen van buiten de rechthoek. Laat het liever over aan Jeremy Pino. De kap en dan de trap en de redding van De Gea. Hier is Trigueros en Danjuma. Ja, de goal. Ja. Daar is eindelijk het doelpunt van Villarreal. Ze hebben 9 kansen nodig gehad om te scoren. Bruno Fernandes gaat zijn eigen kans. Het was een schicht die naast gaat. Ja, de beste man bij Man United. Nu gaat hij daar wel naartoe. Dan moet je Danjuma dat verhinderen. Nu komt die vrije trap. Ja, kijk maar. Telles! Wow! Wat een goal! Wat een goal van Alex Telles. En iedereen recht op de banken. Ja, een ingestudeerd nummertje. En eentje die meteen succes oplevert. Goed af. Greenwood. Greenwood, schaarbeweging. Greenwood brengt hem voor. De redding van Rui was nodig. Het helemaal doen keren voor Manchester United. Matic en Cavani. Ronaldo nu dus van op links. Maar hij dwingt zelfs geen hoekschop af. En dat zorgt voor Fury. Balverlies. En de voorzet voor Cavani. Maar nog een ingreep, last minute, van Aissa Mandi. En een ingreep die meer dan nodig was. Een goed schot en de redding van De Gea. En dan in de carambole, in de kluts, nog niet afgelopen. 3 keer voor 1 euro, maar de netten trillen niet. Gewoon een lepel voorzetje. En dan het schot nog. Uitstekend op de slot genomen door McTominay. Ja. Leek gevaarlijk, was het uiteindelijk niet. De voorzet. En nog verlengd door Lingard. Maar een goede reflex. Zeer goede redding van Rui.
in de dying seconds hier op Old Trafford. De voorzet van Fred, nog afgelegd met het hoofd. En dan Ronaldo! Ja, 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 ja! Cristiano Ronaldo! Niet te geloven! Onzichtbaar, onzichtbaar! 94 minuten lang. En hij... Deze highlights werden u aangeboden door Hotels.com en Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.